Ik bedoel, we zijn hier allemaal gaan wonen vanwege het uitzicht en het rustige plekje. En er zijn ook later bewoners bijgekomen en die hebben hier flink voor moeten investeren. Alverna versteend. Althans, daar zijn sommige bewoners bang voor. Ja, wij zijn wel een beetje bezorgd. Er liggen niet alleen plannen voor een Landel Green Parks vakantiepark en een uitbreiding van een camping. Ook worden er in het dorpje straks woningen gebouwd. Bijvoorbeeld aan de Hoogbroekseweg en de Heikampseweg. Direct aanwonenden kwamen op een vreemde manier achter deze plannen. Voor het eerst hoorden wij dat er gebouwd ging worden, dat lazen wij in de wegwijs. Ik denk eind januari. En daarvoor hadden jullie nog helemaal niks gehoord? Nou goed, je woont in een klein dorp als Verna, dus er gaan geruchten. En we hoorden wel dat er iets gaande was, maar we hadden nog nooit van een CPO gehoord. In Alverna kennen mensen elkaar wel goed. En zelfs vrienden van ons zitten in CPO. En die hebben gewoon bijna 2 jaar niks tegen ons gezegd. Dus wij lagen een beetje knock-out in het begin. Na het lezen van het artikel in Weekblad De Wegwijs kwamen buurtbewoners direct in actie. Een buurman van mij die heeft een politieke partij benaderd. En die hebben toen eigenlijk de wethouder benaderd van luister eens, dit speelt er in Alverna. En ze zou graag contact op willen nemen. Toen zijn we uitgenodigd door de wethouder. En toen kwamen we daar met 4 buren. En ja, daar kwam eigenlijk niet zoveel naar voren als dat de wethouder zei. We zijn voornemens om mee te werken aan een CPO op Alverna. Maar er was nog niks geregeld. En dus alles moest nog in gang gezet worden. Nu liggen hier nog hertjes, maar straks komen er 6 tot 10 woningen te staan, waarvan de helft bedoeld is voor starters en doorstromers. Op zich een goed plan, want er is een woningtekort. Toch zijn direct aanwonenden boos om 3 redenen. 1. Niemand wist dat de grond opeens te koop stond. Volgens de bewoners is er door de gemeente altijd gezegd dat het gebied behoort tot het buitengebied van Alverna en geen woonbestemming heeft. 2. Als die huizen hier straks komen te staan, gaat dit ten koste van het natuurgebied. Veel bewoners hebben hier destijds een huis gekocht vanwege het uitzicht. En 3. Het collectief particulier opdrachtgeverschap, oftewel het CPO, heeft de afgelopen maanden allerlei gesprekken gevoerd met de gemeente en de dorpsraad, maar nog niet met direct aanwonenden. Corona werd steeds als reden gegeven, maar daar lijkt nu verandering in te komen. Ja, misschien niet heel toevallig hebben we vorige week vrijdag een bericht gekregen of een uitnodiging van het CPO om een informatieavond te houden in de Oase. Zowel het CPO als de gemeente willen niet voor camera reageren. De gemeente laat wel in een verklaring weten dat ze de zorgen van omwonenden begrijpen. Direct omwonenden worden daarom betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen tijdens het omgevingsdialoog. Ik vind dat echt te laat. En zeker omdat je de mensen kent en zo. Je had makkelijk gewoon even een paar mensen, ondanks corona, had je in kennis kunnen stellen. Of en wanneer er gebouwd gaat worden, is dus nog onbekend.